Buurtgenoten en andere geïnteresseerden kregen woensdagmiddag de gelegenheid om de plannen van het Doepark De Hagen door Stichting Natuurhuis Almelo te bekijken. En tijdens een rondje door het park te kijken wat er allemaal al gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat. Nou, goed zo, dames en heren. Ik dacht, ik stap hier even. Daar zit de pool die dus gevoed gaat worden, waarna het water door het beekje naar beneden heen stroomt. In de pool hebben we al een aantal stapstenen gelegd, met aan de linkerkant een paar stapstenen en een stam die we hebben neergelegd, wat een balanceerstammetje is. Ja, u mag het al proberen uiteraard, hè? We zijn nu op dit moment aan het bouwen met de natuurspeelplek. Er komt een klimtoren in met verschillende manieren om erop te komen, dus verschillende klimuitdagingen als opgang. Een brandweerstang om naar beneden te glijden en een glijbaan komt daar aan. Er komt een tunnel met een trapje erbij daast en dat is allemaal op het eiland. Daarna komt er nog een speelplek voor kleinere kinderen. Die is ook deels of volledig afgezet, dat weet ik niet exact. Maar met het idee dat de ouders daar met kinderen kunnen zitten en ze in de gaten kunnen houden. Waar een waterspeelplek komt, wat stapstammetjes, een speelhutje. Nou, ik vind dit een heel goede vooruitgang voor het centrum van Almelo. Het wordt echt heel mooi. Ja. En dit zitten wij echt op te wachten dat er iets gedaan wordt met het park. Ook wat betreft voor de jeugd. Eigenlijk voor alle leeftijden. Van jong tot oud. En hoe lang gaat dat duren? Want de Almeloers popelen van ongeduld natuurlijk, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja, exact durf ik het ook niet te zeggen. Maar volgens mij is het idee dat rond de zomer inderdaad toch het geheel zover klaar moet zijn. Dan zit er nog een keuring die erbij hoort. Waar ik niet direct invloed op heb en niet exact weet hoe dat zit. De officiële opening van Doepark De Hagen is gepland in september.